Hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren. De Arthur Laser Master 2. En we gaan nog een keer iets doen wat ik een paar weken geleden al gedaan heb. Alleen een paar weken geleden was dat een test. Dat was het laseren van een foto op glas. Nu gaan we dat in de praktijk uitvoeren. Toen ik die test gedaan heb, toen heb ik drie methodes gebruikt. Dat was één keer met vaatwasmiddel. Dat vond ik persoonlijk geen groot succes. Je ziet op video's op YouTube vaak dat dat met vaatwasmiddel gebeurt. Maar het kan natuurlijk zijn dat vaatwasmiddel hier in West-Europa andere consistentie heeft dan bijvoorbeeld vaatwasmiddel in de Verenigde Staten of in Canada. Dat was geen succes. Teruggegrepen dus naar de oude en beproefde methode. En de oude en beproefde methode, zeg maar, voor een diodelaser is zwarte temperaverf. Dus het glas insmeren met zwarte temperaverf. En dat laseren. Dat kun je natuurlijk op twee manieren doen. Je kan zorgen dat de zwarte temperaverf aan de bovenkant zit en je dus de zwarte temperaverf eraf lasert. Je kan het ook aan de onderkant doen. Resultaten zijn ongeveer gelijkwaardig, moet ik eerlijk zeggen. Moet wel in gedachten gehouden worden dat als je, en dat is de methode die ik vandaag gebruik, is dat je die zwarte temperaverf aan de bovenkant gebruikt, dat je dan zorgt dat je gespiegeld lasert. Want het is natuurlijk mooier dat als je dat glasplaatje in het fotolijstje doet, dat dan de gladde kant bovenop zit. Zodat als je er met je vingers overheen gaat, je niet, zeg maar, het relief voelt van wat de laser gedaan heeft, zeg maar. Doordat je dan dus het glasplaatje gaat omdraaien, zul je gespiegeld moeten laseren. Ander dingetje wat belangrijk is, en ik ben daar zelf tegenaan gelopen nu. Ik ben op vakantie geweest, de vakantie is afgelopen en ik denk ik ga weer lekker aan de gang. Maar dan ben je een beetje uit de roulatie. En je moet dus oppassen dat het in dit geval in het negatief gelezen wordt. En daar moet ik een kleine waarschuwing bij geven. Als jij de foto voorbewerkt in een website als imager.com, wat verder prima is, niks mis mee. En je kiest daarvoor de Norton methode laser op glas. Dan zet hij hem daar al in het negatief. In Lightburn vervolgens zeg jij pass-throughs, dat alle settings die worden gegenereerd in Imager ook werkelijk gebruikt worden. Als je die pass-through niet zou aanzetten, dan gaat hij de settings van Lightburn weer gebruiken op de afbeelding die al voorbewerkt was door Imager.com. Dus je eigenlijk een dubbele bewerking en die is niet per definitie ook positief. Nou kun je in Lightburn ook het vakje negatief aanvinken. Op het moment dat je dat doet als die uit Imager komt, dan was de foto dus in de Imager negatief. Vervolgens klik jij nog een keer negatief aan. Twee keer negatief is in de wiskunde positief. Dat wil dus zeggen, je krijgt een positieve afdruk. En dat is niet wat we willen, want we willen een negatieve afdruk. Dus houd in de gaten dat als je hem voorbewerkt in een website als Imager.com, dat je dan niet de negatief aanvinkt in Lightburn. In dit geval heb ik eigenlijk de gehele bewerking in Lightburn gedaan. Simpelweg de foto geïmporteerd in de juiste maat. In dit geval, het fotolijstje is 10 bij 15. Maar de zichtbare maat is 9 bij 14. Dus foto geïmporteerd op de waarde is 9 bij 14. Als je dan in Lightburn op die foto rechtsklikt en je kiest voor Adjust Image, dan kan je daar de contrast bijstellen, de brightness bijstellen, de gamma. Ook daar zou je hem weer in het negatief kunnen zetten, maar pas eens op. Dat kan je dus doen. Maar pas even op dat als die uit Imager.com komt, dan is die dus alweer een negatief. Als je weer twee keer negatief is positief. Nou, moeilijk dus. Ja? Houd dat in de gaten. Dat de foto uiteindelijk in het negatief gelaserd moet worden. Wat nog? De snelheid waarmee ik laser is 2000 mm per minuut. De power is 85%. En wat ik dus doe is, als het aangaat van dat negatief, ik doe dus niet bij Adjust Image negatief aanvinken. Dat doe ik niet, dus ik zie de normale image. Maar in het tabblad snijden lagen, daar klik ik wel negatief aan. En zo heb ik dus maar één keer een negatief aanstaan. Vervolgens het laatste wat ik dan nog doe is in 90 graden laseren. Dus dat is omhoog omlaag en niet van links naar rechts. En ik gebruik 317 dpi. Dat is zo'n beetje de sweet spot voor die Ortho Laser Master 2 die ik heb.
klein negatief woordje over Ortho. Ortho komt met een nieuwe laser uit, een hele mooie laser, een Ortho Laser Master 3. En ik heb Ortho aangeschreven dat er eigenlijk dat ik nooit zie dat er tests kunnen worden gedaan op zo'n laser die dan ter beschikking gesteld wordt door Ortho in het Nederlands. En dat ik een Nederlands videokanaal heb. Ik heb natuurlijk te weinig gebruikers, onder de 300 nog, we naderen de 300. Maar... en ik heb ze gevraagd of zij misschien iets met de prijs willen doen, zodat ik in staat ben... als werkeloos om toch ook een review voor hun te schrijven. Nou, dat is inmiddels 2 maanden geleden dat ik dat gedaan heb. En ze hebben het fatsoen nog niet eens om überhaupt te antwoorden op jouw vraagstelling. En in die zin ben ik wel een beetje teleurgesteld in Ortho. En ik moet ook ernstig overwegen, want ik overweeg een nieuwe laser. Een wat sterkere laser. En het is dat ik de rotary tool heb. Maar ik moet echt even heel goed nadenken of ik überhaupt dan nog met Ortho verder wil. Niet vanwege Ortho, maar ik vind, ook al vind je dat je, dat je niet iets met die prijs moet doen of wat dan ook, dan is het op zijn minst fatsoenlijk om te antwoorden. En dat gebeurt dus helaas niet. Jammer Ortho, gemiste kans. Toch heel veel plezier met deze video, want het gaat ons natuurlijk om datgene wat we ermee kunnen creëren. En dat maakt mij dus helemaal geen bal uit of dat een Ortho is of een Atom Stack of een X-Tool. Want daar gaat mijn neiging een beetje naar uit op dit ogenblik. Heel veel plezier bij deze video. Nog een heel klein dingetje wat ik zojuist vergat. Die Tempera-verf. Het is altijd vrij lastig om een vrij even laag aan te brengen. Ik heb daar een meer consistente methode voor gevonden. Ik heb alles geëxperimenteerd. Eerst met kwastjes. Vervolgens met een airbrush. De airbrush is heel moeilijk omdat je die tempera verf niet op de goede dikte krijgt. Ik heb een tijdje terug een kleine compressor gekocht om de banden van mijn caravan op te pompen. En dat is maar een kleintje. Ik had al een compressor, maar die was maar te groot af. En die kleine compressor, daar zit ook een verfspuitkit bij. En toevallig met 2 draaibussen, dat is heel handig, want de ene kan dan gebruikt worden om schoon te maken, de ander voor verf. En als je daar tempera verft, een beetje mengt met water, het is even de goede dikte zoeken, zeg maar. En je spuit dat op zo'n glas, op een glas of op een fotolijstje. Dan krijg je werkelijk een hele mooie evenlaag. Niet te dichtbij spuiten, een beetje waarachter. Het moet echt een beetje sproeierig zijn. En daar krijg je een hele mooie gelijkmatige laag van. En die methode heb ik hier gebruikt. En daar krijg je zo meteen ook een stukje van te zien in de video. Dat was ik vergeten. We gaan verder met eerst maar eens het fotolijstje. Zo, het fotolijstje heeft een breedte van 10 centimeter, hoogte van 15 centimeter, maar het werkbare gebied is 9 centimeter in de breedte en 14 centimeter in de hoogte. Dus wat gaan we doen? Ik ga het glas eruit halen en dan ga ik dat zometeen voorzien van de laag zwarte tempera verf. Nou, dit gaat dus razendsnel met het spuitpistool en de compressor. We gaan de compressor aanzetten. En dat was het al met een mooie evenlaag. Dan kunnen we de spuitbus weer schoonmaken. Dit is hoe het resultaat er straks uiteindelijk uit komt te zien. Het ziet er tamelijk goed uit. Aan het eind gaan we het schoonmaken met gewoon met water, want dat is het voordeel van tempera verf, dat je dat met water gewoon kunt afspoelen. En als dat gedaan is, gaan we het eindresultaat bekijken. Het uiteindelijke resultaat ligt hier op tafel. Je kunt het natuurlijk nog niet zien. Maar wat we hier hebben is de achterkant van het fotolijstje. Heel belangrijk, een zwarte achtergrond die daar bovenop moet. En de gelaserde glazen lijst. We gaan nu hem even opbouwen en dan gaan we zien hoe die eruit ziet. En zie hier, fraaie foto op het fotolijstje. We zien helaas wel dat opnieuw
de tempera-verf toch ietsjes gestreept heeft. Dat zien we hier gebeuren. En daar. Maar neem verder niet weg dat het resultaat zeker fraai is. Ik hoop dat je de video leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.